Dan gaan we nu naar de winnende coach. Die drie punten die zijn meer dan welkom, dat is duidelijk. Ja, zeker en vast. Dat is een belangrijke drie punten voor ons. Een moeilijke wedstrijd tegen een hele goede Sint-Truiden. We hadden wel twee goede kansen in de eerste vijf minuten, maar nadien was het een klein beetje evenwicht in de wedstrijd. Maar toen het einde van de eerste is, Sint-Truiden veel, veel beter. In de tweede helft ook veel possessie. We hebben dat moeilijk mee, maar in de tweede helft vind ik dat we beter controle op het defensieve. Maar en hebben weinig kansen weggegeven en dat is wel belangrijk. In die situatie dat wij nu dat we zijn, dan is het, je bent bang. Je begint te verdedigen, de 1-0. Iets te vroeg, dat was niet de bedoeling. Maar ja, het is mentaal moeilijk voor mensen in zo laag in het klassement te staan. En, elk punt is heel, heel belangrijk en de jongens hebben misschien iets te ver achteruit gezakt. Maar ja, dat is ook de goede speel van Sint-Truiden, dat we ons achteruit hebben gedrukt. Maar ja, drie punten is goed. We hebben wel een goede kans op counter in de tweede helft met Terki. Op het einde heeft de Copa ons gered met een fantastische save. Die drie punten. Als we die met mooi voetbal halen of met hard werkende ploeg zoals vandaag, met goede organisatie, dat speelt eigenlijk geen rol in deze situatie en de punten zijn het belangrijkste. De opluchting in de spelersruimte was groot ook, hè? Ja, zeker en vast. Dus, de jongens hebben die drie weken dat ik hier ben, hebben die heel, heel hard gewerkt. Alles probeert voor mij en voor iedereen in de ploeg. Beter te worden, beter te trainen, meer intensiteit op training en tuffe gasten. Maar ja, wij zitten in we hebben lang tijd laag in de tabel gestaan en nu hopen we dat wij kunnen beginnen afkist te klimmen. Maar ja, dat zal moeten hard werken in de toekomst ook. En wij kunnen niet op de stoel zitten vanavond of morgen en genieten van die drie punten. We moesten gewoon uit en hard werken opnieuw morgen voor de ploeg klaarmaken voor de bekerwedstrijd van de week. Ja, je zegt het zelf, de bekerwedstrijd op woensdag en dan naar Genk. Dat zijn moeilijke wedstrijden. Speelt de beker mee of is dat tweede plan? Nee, beker is niet de tweede plan. Wij gaan onze beste ploeg opstellen op woensdag in Gent. Maar ja, dat kan wel zijn dat Koen Persons kan niet spelen. Tom de Sutter kan misschien niet spelen. Vandaag was de bedoeling niet om hem 90 minuten te laten spelen. Maar wij hebben kwetsuren bij Koen, Hubert's kwetsuren. En Bob was moe in zijn eerste wedstrijd in de competitie voor een start. Op het einde was dat Tom Sutter die 19 minuten moet spelen. En hij wordt zeker niet klaar voor een nieuwe wedstrijd op woensdag. En we moeten ook opletten met hem. Maar ja, die beste spelers die starten volgende week. En we zullen wel zien welke ploeg we gaan opstellen. Oké, tot hier het algemene gedeelte. Maar als er vragen zijn.